luistert naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Cor Spronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met... Remco Kuiper. We zijn hier vandaag 18 februari. We zijn hier bij jou op het bedrijf aan in de Linie in Apeldoorn. Ja. Je bent mede-directeur en eigenaar van Celus. Daar komen we straks zeker op terug. We kennen elkaar van de bedrijfskring gemeente Epe. Toen we allebei ons bedrijf in Epe hadden. Klopt. Nou, Hans Maris was nog, zag ik, een bekende van ons. Een paar quotes over van jou. Maak je alleen druk om zaken die je kunt beïnvloeden. Daar zullen we het dan nog wel over hebben. En ik hou niet van gedoe. Ik wil alleen maar leuke dingen doen. Nou, eens kijken. Iedereen die dat waar kan maken is mooi. Volgens mij ben je 52 jaar. Klopt. Op 23 november geboren in Amsterdam. Woont nu in Arnhem. Ja, klopt. Getrouwd met Kim. Ja. Op 18 november. En je hebt twee zonen, Daan en Bram. 19 jaar en 17. Ja, hoorde ik net. Super. Hobby's? Dacht ik, hockey, bowlen. Nou ja, dat vinden we leuk om te doen inderdaad als familie. Bowlen doen we dan wel eens met een vriend van ons. Waar we goede contacten mee hebben. Vakantie is natuurlijk een soort van hobby. Alhoewel die op dit moment een beetje stilstaat. Skiën vind ik zelf persoonlijk heel erg leuk. En mijn oudste zoon ook. De andere, mijn vrouw en de jongste wat minder. Dat zijn wel een beetje de hobby's, zeg maar. En, dus dan wisselen je vakanties af, deels in skigebied en deels in warme gebieden zoals Spanje, zag ik voorbij komen. Ja, bij voorkeur in de buurt van Marbella. Ja. Ja. Dat vinden we heel erg leuk. Spanje, we zijn weer eigenlijk vaker geweest dan dat. Sommigen werken we iedere keer in dezelfde plek. Wat is dat? Anders dan anders. Weet niet eens een keer wat anders. Klopt. Is ook zo. Alleen op de een of andere manier komen we er toch weer iedere keer op dezelfde plek terug. En mogen daar ook dankbaar gebruik maken van een appartement van een van mijn gewaardeerde vrienden. Zo niet een van mijn vrienden. Benehavies, zeg ik? Ja. Benehavies. Ja, dat is een beetje gemeente Benehavies. Het is op een golfresort ligt het. Net iets te buiten. Heb je een favoriete voetbalclub? Nee, ik hou niet van voetballen. Dan slaan we die gelijk over muziek. Is het muziek en wat mag het dan zijn? Nou, muziek is een beetje gevarieerd. Ik heb niet echt specifiek een dingen. En als ik iets specifiek zou moeten noemen, dan is het voor mij Andrea Bocelli. Andrea Bocelli heeft voor mij een speciale betekenis. En dat vind ik... dat vind ik leuk. Dat vind ik mooi. Ik heb hem ooit in het Ziggo-Dome mogen zien. Dat was al uniek. Want die kaarten zijn vrij schaars en best kostbaar. Ben ik ook heen geweest met een vriend van me, samen met beide dames die daar aan behoren. En wat is dan, raakt het je hart? Of raakt dat heeft te maken met vroeger, met het overlijden van mijn oma. Toen kwam ik voor het eerst in aanraking met Andrea Bocelli. En sinds die tijd ben ik er eigenlijk door, zoals de Duitsers dat zeggen, begeisterd geraakt. Maar daarnaast heb ik een breed spectrum. Ik bedoel, André Hazes, Raccoon vind ik mooi. Eigenlijk best een breed spectrum. En dat vind ik... Ik heb niet echt een fanatieke artiest waar ik zeg maar de hele plank van vol heb liggen. Nee. En ik luister eigenlijk in de auto altijd op de radio. Radio 538. Eigenlijk hoef ik maar één zender erin te hebben. Dat is die zender die ik dan beluister. En heel af en toe wil ik BNR nog wel eens luisteren. Dat vind ik ook wel interessant. En vanaf volgende week natuurlijk de podcast voor DGA's. Ja, dat lijkt me evident. Wat voor een auto rij je? Een elektrische Audi e-tron. Audi e-tron. Ja. Ben je autofanaat of autoliefhebber? Ja, ik ben wel liefhebber van auto's. Ik heb eigenlijk altijd Audi gereden. Af en toe een uitstapje gemaakt. Ik kreeg vorig jaar de kans om een mooie Audi e-tron te kopen. En ik moet zeggen, ik ben er zeer tevreden over. Heeft al wel zijn onhebbelijkheden, hè, want het is anders nadenken. Je moet ook denken over continu laden. Je moet anders plannen. Ja, dat is op dit moment in de coronaperiode natuurlijk relatief makkelijk. Want
klant bezoeken, dan wel leveranciers bezoeken of familie. Ja, dat zit er relatief weinig in. Maar normaal gesproken moet je met een elektrische auto maar wel voor zorgen dat die altijd goed geladen is. Is dat toch een beetje zo'n treinwagen type of niet? Ja, klopt. Ja, je bent natuurlijk boven de 50, dus dan is hoog instap natuurlijk ook. Ja, dat is voor mij een stuk. Het begint ook fijner te worden. En bedankt. We hadden net even het voorgesprek over horloges. Ben je een horloge fan? Ja, nou, fan is misschien te veel gezegd, maar ik, ja, ik vind dat wel mooi. Ik heb wel wat... Wat passie daarvoor, zeg ik dan even. En dat betekent niet dat ik de hele kast vol met horloges heb liggen. Maar ik vind het wel interessant. Klokjes, ja. Klokjes, auto's, dat vind ik mooi. En dan met name bijzondere dingen, zaken. Voor wat betreft horloges, ja, ben ik erg gecharmeerd van het horlogemerk Van der Gang. Helaas heb ik er nog geen één. Maar dat komt voort omdat ik ook wel een beetje, ja, ik weet niet of je dat zo moet noemen, nationalistisch ben. Ik ben heel erg voor de Nederlandse producten. Als het even kan, koop ik een Nederlands gefabriceerd product. En Van der Gang is een horloge wat gemaakt wordt in Dokkum met de fijnste kennis en kunde. En de oud-eigenaar is ooit begonnen in de vliegtuigindustrie en heeft dan ook een serie die heet De Vlieger. Maar ik vind het mooi om Nederlandse producten te hebben. Oké, dus ooit... Gaat helaas niet altijd op natuurlijk. Maar een Donkervoort, is dat nog in Nederlandse handen? Maar het is geen elektrisch, hè? Dus, nee. En lees je ook wel eens boeken? Eigenlijk niet. Ik lees, wat heel veel mensen denk ik tegenwoordig doen op de tablet, allerlei digitale informatie die toekomt. Echt specifiek boeken lezen. Ik heb boeken van dingen gelezen. Hoe heet die? Moskowitz. Ik heb nog wat boeken liggen die ik moet lezen van Johan Cruijff. Maar goed, heel eerlijk, ik ben een slechte lezer. Bij pagina 3 of 4 val ik in slaap. En dat heeft niks te maken met de inhoud. Het heeft te maken met mijn manier van relaxen, denk ik. Ja. Dat ik, dan denk ik van, het is wel goed zo. En dan, ik ben al heel lang bezig om met een hele dikke pil, die wil ik doorlezen. Maar ik worstelde daarmee. Dan kan ik even niet op de naam komen. Amerikaan. Dat is een boek van 500 of 600 pagina's. Hoe heet dat nou? De oprichter van Apple. Steve Jobs. Steve Jobs. De autobiografie. Ja. Ik kom er niet doorheen. Ja. Maar nu heb je, we gaan het straks nog even over die periode hebben. Je hebt met corona in het ziekenhuis gelegen. Dat was het ultieme moment geweest om eens even dat boek burgemeester te maken. Maar vanuit je werk dan wel veel vakliteratuur. Ja, veel kennis, veel lezen, maar ook digitaal informatie tot je laten komen. Toch veel spreken, ook met je leveranciers, klanten, et cetera. En op die manier verrijk je ook je kennis. En dat lukt mij beter dan het lezen van vakbladen, et cetera. Ik heb daar wat moeite mee om die stof tot me te krijgen. En op het moment dat ik met mensen praat, blijft het beter hangen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Heb je, dan zijn het Steve Jobs, heb je een idool? Heb je ooit een idool in je leven gehad? Zijn er Bocelli's qua muziek, heeft je geraakt? Ja. Heb je andere... man of vrouw waarvan je denkt, ja, dat is voor mij wel echt een voorbeeld? Nee, niet echt extreem. Ik merk wel dat ik mensen die autodidactisch zijn, dat ik daar wel veel bewondering voor heb. Je ziet dat de grootte der aarde heel veel kennis hebben zelf opgebouwd. Dat kan ik wel waarderen. Dus van scratch af aan een imperium opbouwen, hoe groot of hoe klein, maakt dan even niet uit. Daar heb ik wel waardering voor. Vaak omdat dat gecombineerd gaat met passie en bevlogenheid. En dat vind ik mooi om te zien. En daarin zie je dan ook dat niets verkeerd is, maar veel dingen anders zijn. Ja. Maar echt een... Nee, echt specifiek iemand niet. Nee. Pas je dat dan voor jezelf ook toe? Hoe bedoel je? Is het dan voor jou dat je zegt, van, joh, kijk ernaar, maar zie je bij jezelf... daar wel van terug, dat je herkenning ziet? Of dat is het vooral... Ik ben natuurlijk bij het bedrijf wat ik samen met mijn compagnon Gadders van der Wal heb gekocht, een jaar of 6 geleden, zijn we natuurlijk als werknemer begonnen.
Met een bepaalde passie. Overigens in die periode lagen we in de voorliggende periode best wel veel uit elkaar. We zijn enorm naar elkaar toegegroeid. En dat is eigenlijk top dat dat op die manier gebeurt. We zijn eigenlijk elkaars tegenpolen. En toch, zoals wij dat dan noemen met z'n tweeën, gaan we iedere dag samen de deur uit en komen de volgende dag samen weer het kantoor in. Oké, in coronaperiode iets minder, maar dat is een beetje de visie en de strategie daarin. Er wordt alles besproken. Ik vind het belangrijk om bij jezelf te blijven. Dat hebben we eigenlijk alle twee wel een beetje. En in de afgelopen jaren hebben wij die samensmelting is gewoon gegroeid. En zeker vanaf, pak een beetje 6 jaar geleden, toen we voor de keuze stonden om het bedrijf over te nemen, omdat de oud-eigenaar hem wilde verkopen. Hebben we gezegd, we gaan daarvoor met z'n tweeën. En dat geeft leuke dingen, maar ook minder leuke dingen uiteraard. Ga ik je zo nog wat bevragen, hoe dat tussen jullie werkt. Ja. Dat is denk ik best leuk voor andere ondernemers ook om dat te horen. Wat zijn de dingen waar je tegenaan loopt? Ja. Wat zijn de struikelpunten, maar wat zijn ook de successen waardoor het wel nog steeds zo mooi eruit ziet? Nog even, uit wat voor nest kom je? Eigenlijk zoals ze dat noemen, een arbeidersgezin. Mijn vader is ooit in Uithoren en omstreken groot geworden in de Amstelhoek. Ik kwam uit een groot gezin. Moeder op jonge leeftijd overleden. Was je de oudste, de jongste? Nee, mijn vader was de jongste van 12 of 13, overvraag je me. En jijzelf? Ik ben zelf de oudste. Ik heb nog een zus. Die is 2 jaar jonger dan ik ben. En mijn moeder en mijn vader kwamen elkaar in Noordwijk tegen. En die hebben elkaar niet meer losgelaten. En in 1 jaar tijd waren er 3 kaartjes destijds. En dat was een verlovingskaartje, een trouwkaartje en een geboortekaartje. Niet helemaal in die volgorde, maar in het jaar 68 zeg ik dan even. Ja. Mijn moeder die kwam uit Arnhem en uiteindelijk hebben ze besloten om toch vanuit het westen naar Arnhem te gaan verhuizen. Daar hebben we tijdelijk gewoon zijn uiteindelijk in het dorp Elst terecht gekomen. Dat ligt tussen Arnhem en Nijmegen. Ja. Daar heb ik eigenlijk het grootste deel van mijn jeugd. Hoe heet dat? Ben ik opgegroeid. Ja. Grootste tijd. Samen met mijn zus. Gelukkig gezin. Nooit iets tekort gehad. Waanzinnige vader en moeder. Leven gelukkig ook nog alle twee. Ook nog goed contact mee. En daar ben ik heel dankbaar voor. Inmiddels zijn ze 73. Dus best jong nog. Dus dat is wel mooi om ook te zien dat de kinderen daar nu nog hun profijt van hebben. Ja. Omdat ze de band met mijn ouders heel goed hebben. En dat is gewoon leuk om te zien, omdat ik ook weet dat zijn genoeg legio voorbeelden van waarbij kinderen of kleinkinderen of kinderen elkaar niet meer zien. En dat is best triest dat gebeurt. Ja, ik zie je studieloopbaan is begonnen bij de MAVO, het Lorenz College. Moeten we het daarover hebben, Cor? Ja, ik zie dat natuurlijk. Ik zie wat hikjes. En dan op een gegeven moment zie ik in 1 keer 5 jaar niks. En dan zie ik er meer over bij komen. Als je het er niet over hebt, dan doen we dat natuurlijk niet. Nee. Heb je wat liggen zwerven? Of heb je even... Nee. Nee, ik was geen beste student, kan ik je vertellen. Mede ook doordat ik soms tegen beter weten in de verkeerde keuze gemaakt heb. Ik was altijd wel iemand die de zweep nodig had op school, zeg maar. Om tot prestaties te komen. Overigens, de tijdlijn waar jij aan refereert, die heb ik ooit een keertje ingevuld. Nooit meer gecorrigeerd, ook niet met het behalen van mijn diploma's. Dus daar komt het voor. Kunnen we geen recht aan ontlenen? Nee, absoluut niet. Nee. Dus ik ben op de MAVO begonnen inderdaad. Lorenz heb ik 5 jaar over gedaan. Eerste klas blijven zitten. Fantastisch leuke school gehad. Hele leuke tijd. Daarna naar de MEAO. Ondanks het advies van... een vader van een goede vriend van me, die zei van, je moet niet naar die MEAO, je moet naar een andere. Want daar zijn ze wat strenger, die andere is wat te vrijpostig. Toch kozen we die vrijpostige opleiding. Ja, en dan zie je dat niet lukt. Dus, of niet lukt, op dat moment niet. Uiteindelijk heb ik de MEAO gewoon gehaald. Maar dat is wel iets wat mijn leven lang beklijft, mijn kinderen kennen dat natuurlijk, die opmerkingen. Ja, Remco die heeft zijn school nooit afgemaakt, is wel waar, maar... Dat is een beetje... Ja, het is natuurlijk altijd mooi om over pa natuurlijk te zeggen te hebben. Ik zag inderdaad wel een wat commerciële richting. Zat dat commerciële er al vroeg in? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar commercieel, wat is commercieel, weet je?
Ja, als je dan toch wil segmenteren, dan is het commercieel inderdaad. Ik ben wel een relatiebouwer, een commerciële relatiebouwer. Dat vind ik wel handig en leuk. Was dat vooral dan om met de mensen bezig te zijn, of was de handel dan het leukst? Ja, misschien wel een combinatie van beide. Ik had ooit de ambitie om ook in de autobranche verder te gaan. Ik ben bij toeval in de telecombranche terechtgekomen. Excuus. Ik ben ooit bij KPN begonnen, zoals heel veel telecomvakbroeders in die periode. Ja. Want KPN was de enige aanbieder in die tijd. En dan praat ik over 30 jaar geleden, zeg maar. Heb ik veel plezier, echt leuke tijden gehad in Business Center in Nijmegen. Daar heb ik eigenlijk heel veel gewerkt, samen met een heel leuk team, groot team. Altijd wel business to business? Of? Ja, dat was toen nog echt gesegmenteerd door KPN. Business Day in Business Center. Mij, ja. En privé deed je in de Primafoons. Het was altijd de businessmarkt. En ik zeg altijd gekscherend, ik had het liefst de klanten die liepen te klagen. Want dat vond ik leuk, een uitdaging om die zover te krijgen dat die weer tevreden het pand verlaten. Nou, je moet je voorstellen dat je in een winkel werkt. Toen hadden ze nog een fantastische functiebenaming, Bali-medewerker. Degene die dat verzonnen heeft, heeft denk ik ook zijn school niet afgemaakt destijds, maar oké. En dat was zo'n leuke tijd. Daar stonden mensen nog 2 tot 3 uur soms in de rij om een doosje faxrollen te kopen. En dan was er een beetje gemopper, maar als je dat dan zou kunnen afzetten tegen de huidige tijd, dan is er geen mens meer die zo lang in de rij gaat staan. Nee. Dat is bizar eigenlijk, als je dat bekijkt. Nou, toen deden we echt leuke zaken, leuke business. Het was de komst van de mobiele telefoon. Die werd beschikbaar voor de zakelijke markt en in een latere periode wat meer richting particulieren. Dat vertroebelde ook binnen KPN. Alleen ja, de business center tijd was voorbij en ik zocht een nieuwe uitdaging. En toen ben ik uiteindelijk toch in de telecom gebleven, maar dan in een soort van beheerdersrol bij NXP, Semiconductors in Nijmegen. Ook een leuke tijd gehad met een leuk team, maar toen was het voor mij klaar. De organisatie veranderde, ik werd eigenlijk, zoals ik dat altijd omschrijf, een veredeld administrateur. In de eerste periode kon je zelf zaken kopen, inkopen, regelen voor de klant. En dat gaf je flexibiliteit en dus zeg maar een soort van semi-ondernemerschap. En uiteindelijk werd dat gedirigeerd op hoofdlijnen van waar je wat moest inkopen. Tegen welke condities. En dan ben je eigenlijk meer dozenschuiver aan het worden. Ja. Dat voelde niet lekker. Dus toen was voor mij die tijd was ook rijp om verder te kijken. En bij toeval kwam ik toen in Epe terecht. Of all places. All places, Cor. Vanuit Nijmegen naar Epe. Ja. Dus Apeldoorn voorbij. Ja. In de bossen van Epe. Ja. Ja, klopt. Ja, dat was fantastisch. Was ook wel het eerste jaar heel spannend. Omdat ik in een bedrijf terecht kwam waar echt nog wel een beetje een scheiding tussen techniek en commercie lag. Hè. Zoals dat bij best wel veel bedrijven ook nog wel gebeurt. Er moest een soort van samensmelting komen. Waar de klantgroep ook anders? Waar het ander soort klanten dan in de tijd bijvoorbeeld van KPN? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Klein, groot. Het was wel een booming periode. Op dat moment stond het bedrijf een enorme groeispurt te maken met alle dito problematiek die daarbij kwam. En ik kwam in de functie van manager operations en er moesten een heleboel dingen geregeld worden. Er waren een hoop dingen goed voor elkaar, maar stonden niet op papier of waren niet geregeld. En ik dacht met mijn grote bek, dat regel ik wel even. Nou, dat viel best tegen, kan ik je vertellen. Dat was best wel een dingetje. Gewoon ook omdat je tussen 2 directeuren in zaten die soms ook wel tegenstrijdige belangen hadden dan wel andere visies. Maar ik kreeg gelukkig de vrijheid om dat zelf naar eigen kunnen op te lossen. Maar ik merkte toen heel goed dat als je in een klein bedrijf werkt, dan is niet alles geregeld. Mijn groot bedrijf als KPN had je een HRM-afdeling, je had een juridische afdeling, je had een inkoop, je had een technische mannen. Nou ja, voor iedere discipline kon je iemand inhalen of binnenhalen. En ik merkte dat ik dat regelneef gebeuren fantastisch vind, maar in Epe stond ik er min of meer toch eigenlijk alleen voor, want ik moest alles zelf doen. HRM, geen ondersteuning, ook geen opleiding voor gehad.
Nou, financiën, gelukkig goede financiële dames die alles onder controle hadden. Er moesten nog wel wat dingen gebeuren. Op sommige dingen, dan zie je dat een succesvol bedrijf ook hun debiteurenbeheer niet goed op orde had. Nou, dan moet je dan allerlei dingen doen. Automatisering, pensioenplannen, auto's, mobiele telefoons. Nou, verzin het maar. Nou, dat heeft best wel langer geduurd dan dat ik had gedacht. Dan heb ik ook wel eens momenten gehad dat ik dacht van, oh my god, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Maar ik ben er nu voor mezelf achter. En ik onderschrijf dat altijd als volgt. Binnen een klein bedrijf moet je werken voor je geld. Bij een groot bedrijf moet je werk verstouwen. En het een is niet verkeerd ten opzichte van het ander. Maar het is wel een significant ander uitgangspunt. En wat is dan het verschil? Wat is het cruciale verschil? Als je bij een grote onderneming werkt, kent men de naam. Verzin het maar. Vodafone, KPN, VGZ, Ora, Mercedes, BMW. Als je die namen hoort, Coca-Cola... Hoef je niet meer te verkopen, zeg maar. Juist. Nou ja, niet meer te verkopen, dat klinkt zo rot. Maar de introductie is dan meteen op orde. Als je binnenkomt bij een bedrijf en je zegt, joh, ik ben van Celis, of destijds VRC Telecom, dan moet je het bedrijf nog zien te verkopen. En dat is best lastig. Als je bij een grote onderneming werkt, dan komt het over je bureau. En dan moet je het verstouwen. En daar ben je druk mee. Dat zie je ook heel duidelijk bij heel veel accountmanagers die bij grote bedrijven voorbij komen, heel succesvol zijn en bij een klein bedrijf niet renderen. Omdat ze dan veel meer discipline zelf moeten ondervinden. Dan zijn ze in één keer belast met het maken van een offerte. Bij heel veel grote bedrijven hebben ze daar een verkoopbinnendienst voor zitten of wat dan ook. Ja. Niet alles is zwart-wit uiteraard, maar dat is voor mij kenmerkend geweest. Ik zeg altijd dat je binnen een bedrijf, een klein bedrijf, moet je gewoon keihard werken voor je geld, met z'n allen, van A tot Z. En bij een groot bedrijf moet je over het algemeen werk verstouwen. En dat wil niet zeggen dat het makkelijker is, het een dan het ander, maar dat is voor mij een significant verschil. Is het ook zo dat bij een klein bedrijf dan wat meer het op persoonlijke gunning aankomt, ja, dan op naam van het product? Dus ja, dat meer is, hè? Ze doen zaken nu met Celis omdat gratis het is, of omdat jij het bent, of dat elk het is, noem maar, hè? Dat er een persoonlijke gunning in zit. Ja. En vertrouwen is dat je het zult oplossen wat ze nodig hebben. Nou, je bent veel bereikbaarder in de breedste zin van het woord. Kijk, en dus ook aanspreekbaar. Ja, en aanspreekbaar. Ja. Als er iets verkeerd gaat, dan lossen de mannen en vrouwen het zelf op. En als ze er niet uitkomen, komen ze bij ons terecht. Maar die klant kent ons ook. Dus die komen ook vrij direct bij jou. Als je bij een heel groot bedrijf werkt, kom je als eerste instantie bij de klantenservice terecht aan de telefoon. En die dames en heren, die willen altijd alles voor je doen. Maar daarna moet het de organisatie in. Ik zei ook altijd bij KPN, direct contact met de klanten, dat was het makkelijkste. Maar daarna moest je het nog intern aan je organisatie zien te verkopen. En dat was topsport in sommige momenten. Ja. En dat is best lastig. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat je die discipline in een klein bedrijf hebt. En dat geeft misschien ook wel aan waarom ik in een kleiner bedrijf gewoon beter, mijn eigen beter voel. Zo simpel is het. Ja. Omdat ik ook vind dat we het met z'n allen doen. Van de dame die aan de telefoon zit, de schoonmaakster tot aan de directeur. Dat maakt allemaal niet uit. Het is een team en dat moet ook met elkaar als een geoliede machine lopen. En dat betekent ook, en dat, bij ons ook, af en toe gaat het echt wel eens verkeerd. En ik maak ook verkeerde keuzes, maar dan moet het erover hebben, dan moet je ervan leren. En soms gaat dat heel snel en soms verval je toch in het oude patroon. En dat geeft niet, maar daar moet je wel open voor staan. Ja. En als je dat doet, dan bereik je denk ik ook veel meer met elkaar. Mag ik nog eens vragen, in die tijd bij VRC, toen was je op een gegeven moment was je manager. Mm-hmm. En zat tussen, dus je had ook de relatie manager-eigenaren. Is daar een speciale vaardigheid voor nodig om die positie goed te kunnen vervullen? Ja. Volgens mij heb je dat heel goed gedaan. Maar wat was dan dat waardoor je dat lukte? Ja, je moet denk ik proberen om als een chameleon te fungeren. Dus je neemt de kleur aan van de persoon die tegenover je zit. En dat betekent niet dat je altijd maar mee hoeft te glijden, maar dat geeft wel veel meer begrip. En daar moet je flexibel mee om kunnen gaan.
En als je dat niet kan, dan heb je een lastige job. Op de een of andere manier zit dat misschien wel in mijn natuur dat ik dat kan. Althans, voor zover je dat voor jezelf mag zeggen. Ik denk dat ik dat beheers, dat spelletje. En soms niet, maar dat zijn dan de buitenwaardes die je dan voor je kiezen krijgt. Ja, en dan ontstaat er een vorm van discussie. Maar daartussen, dat loveren, dat is me gelukt. Maar dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat hoe de twee eigenaren er destijds instonden. Want ze hebben mij ook de kans gegeven om dat op die manier te kunnen doen. Ja, ja. Nou, het feit dat je het kunt, dat heb je laten zien. En het feit dat het bedrijf nu nog steeds succesvol bestaat, is daar ook een bewijs van. Ja. We gaan even een korte break nemen en dan na de pauze dan wil ik graag ga ik je onderhoren hoe is dan die overgang geweest van de oud-eigenaren naar jou en Gratis. Ja. Hoe houden je het met elkaar uit? Hè? Dus hoe doe je dat dan? Heb je 50-50 verdeling? Yes. Dus hoe doe je qua dat? Qua aandeelhouderschap bedoel je? Ja, qua aandeelhouderschap. 5 5. Ja. Wat doen jullie als jullie het niet met elkaar eens zijn? Dus dat zijn wat onderwerpen voor na de pauze. Prima, tot dan. Remco, nu denk ik, hoe lang geleden? Een 5 jaar, bijna 6 jaar geleden. Ja. Toen was het punt dat Gratis en jij zeiden van nou, kom maar op. Of hoe ging dat? Liep dat al jaren daarvoor? Wat was het moment dat je zei van nou, nu wil ik het wel zelf doen? Ja, de eerste aanzet is al een keertje in 2009 geweest. Dat was kort nadat een van de andere eigenaren uitstapte bij de toenmalige, want die waren ook met z'n tweeën. Dat was een slechte tijd, 2009. Dat was begin, einde, crisis. Noem het maar even het begin, denk ik. Dus het was een slechte timing. Dat hebben we vervolgens wel een poging voor gegeven om tot elkaar te komen om voor de helft van de tent mijn eigen in te kopen. Dat is niet gelukt, omdat dat allerlei omstandigheden. Financiën, onzekere zaken, wat gaat ons deze crisis brengen. De timing was op dat moment gewoon niet goed. En gelukkig hebben we toen gezegd van nou weet je, we zetten het in de weer terug in de ijskast of in de vriezer, hoe je het ook wil noemen. En wie weet komt het ooit wel weer een keer naar boven. Maar wel knap, want vaak is zoals je een keer de keuze hebt gemaakt dat je in de fuik stapt, zeg maar, zowel ook voor de verkoper, van hè, ik wil mijn bedrijf verkopen. Dan merkte ik vaak in het verleden dat je, dan als je eenmaal achter zo'n haakje zit, is het best moeilijk om dan weer terug te gaan, zoals dat misschien dan voor de buitenstaander lijkt. Ja, maar dat is misschien het chameleongevoel wat je hebt. Ja. Dus je kon gewoon wel elke dag nog steeds opbrengen om er gewoon weer voor te gaan. Ja, ja, absoluut. Ja, dat was geen discussie. Daar heb ik nog nooit over getwijfeld ook. Waarom niet? Ik vond de materie nog steeds leuk. Ik verveelde me nog steeds niet met het werk. De klanten en de collega's waren nog steeds erg leuk. Alleen de exercitie om zeg maar 50% van de aandelen te verkrijgen is gewoon niet gelukt. En dat is is misschien hoe je erin staat. Ik weet het niet. En dat lukte 3-4 jaar later wel? Zijn het lange trajecten geweest? Op zich valt het nog wel mee. In 2014 hebben we de aanzet gedaan. Ik moet even goed nadenken hoor. 2014... hebben we het er gewoon over gehad. Uiteraard ook met mijn huidige compagnon, Gaddes. Wat gaan we doen? We stonden op de vooravond om verkocht te worden aan een ander bedrijf. Of gaan we het zelf doen? Natuurlijk moet je dan je collega's mee hebben. Maar daar kun je niet in eerste instantie direct mee gaan praten, want dat geeft onrust. En uiteindelijk moet je natuurlijk ook de middelen zien te vinden. De banken stonden daarin niet te springen. Toch hebben we een goede constructie gevonden waarbij we een aantal zaken in eenmalige sfeer konden aftikken en dan via management buyout daarna in 5 jaar. Dat is allemaal keurig verlopen, gelukkig. En we hebben daar, dat hebben we zelf, dat is onszelf gelukt. Dus Gaddes en ik hebben dat gewoon keurig met elkaar kunnen regelen allemaal. Zonder... Hebben jullie dat allemaal samen gedaan of heb je dat ook wel, want wat zei je vrouw bijvoorbeeld toen je thuis kwam? Zei, nou... Ik word ondernemer. Ja, dat was wel een dingetje. Mijn vrouw kwam zelf ook uit een ondernemersgezin en wist dus ook de nadelen daarvan. Mijn schoonouders hebben er keihard voor moeten werken altijd. En dat heeft ook wel een paar wonden, zeg ik dan maar even.
Waardoor die keuze voor mijn vrouw echt wel een dingetje was. Want we hebben natuurlijk een stabiele baan, inkomen, huis en je gaat een groot risico aan. Het was een serieus bedrag wat er ook op tafel moest komen. Met een stuk onzekerheid, hè? Want slaag je wel als ondernemer, ja, daar heb je geen ervaring mee. Ja. Dan nee. Kun je maar op één ding doen, dat is gewoon door te doen. Dus die stond niet meteen te trappelen, kan ik je vertellen. Maar gelukkig heeft mijn schoonvader en ook een paar, een hele goede vriend van me die zelfstandig ondernemer is. Ook al jaren, zelfs vanuit zijn kinderschoenen noem ik het dan maar even. Heeft ons daarbij geholpen en uiteindelijk zei mijn vrouw ook van ja, oké, prima, laten we het maar doen. En dan zien we het wel. Ja. En kun jij en Gratis en de partners, kunnen die ook goed met elkaar? Doen jullie ook dingen? Nee, naast... we doen daar dingen niet samen in. Dat, we hebben zakelijk en privé hebben echt gescheiden met elkaar. Dat is een keuze van ons beiden. Dat heeft niks te maken met het niet willen of zo. Maar dat, ja, zo is dat gelopen eigenlijk. In de afgelopen jaren. En natuurlijk, normaal gesproken hebben we 1 à 2 keer per jaar een bijeenkomst met elkaar, met personeel en vrouwen en kinderen en noem maar op. En dan zien we elkaar en dan spreken we elkaar. En tussentijds hebben de dames onderling met elkaar geen contact verder. Maar dat heeft niet een specifieke reden. Dat is, ja, dan moet het maar zo gelopen eigenlijk. En wat had Gratis wat jij niet had en andersom? Gratis is technisch heel erg goed onderlegd, breed. Ik absoluut niet. In hoofdlijnen weet ik wel waar het moet werken. Natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Ik zeg altijd, ik ben de beste klant intern. Als ik het snap, dan snappen de meeste klanten het ook. Ja. Dat is eigenlijk wel een beetje het motto ook een beetje. Ik probeer me van de techniek weg te houden. Gewoon omdat ik dat op sommige momenten gewoon niet begrijp. Had je het overgenomen als Gratis niet mee was gegaan? Nee, denk het niet. Nee, we hebben elkaar echt nodig daarin. Ja, gelukkig nog steeds ook. Daarom hebben we ook bewust voor gekozen met elkaar op kantoor te zitten. Wij hoeven zelden iets aan elkaar over te dragen. Juist omdat we bij elkaar op kantoor zitten, krijg je toch zijdelings heel veel van elkaar mee. En lopen de dingen zoals ze lopen. We vinden ook wel belangrijk dat de medewerkers om ons heen in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken. Dat is niet altijd even handig, maar dat geeft je wel een bepaalde mate van vrijheid. Ik word altijd, vind het eigenlijk bijna gênant en zielig als ik zie hoe sommige ondernemers tijdens hun vakantie met hun gezin de godganse dag met een telefoon aan hun oor zitten. Nou, ik kan je één ding beloven, ik heb mijn telefoon niet bij me aan het zwembad. Ik heb mijn telefoon ook niet bij me als ik 's avonds ga uiteten. Die ligt gewoon fijn thuis of in de kluis of wat dan ook. Ja. Dat heeft te maken met hoe je in de materie staat en dat geldt voor ons beiden. Als we elkaar nodig hebben tijdens vakantieperiode, dan weten we elkaar te vinden. Maar doordat we dus ook veel met elkaar op één plek zitten. En toch ook gewoon dagelijks ook telefonisch contact hebben. Zeker nu in coronaperiode. Veel met elkaar delen. En dan kun je ook veel makkelijk afstand nemen op sommige momenten. En loopt dat toch best soepeltjes, kan ik wel zeggen. Ja, maar het is natuurlijk zo als je met z'n tweeën bent, dan kun je ook in de vakantie het overgeven aan een ander. Ja, maar dat is ook ben je heel alleen, belangrijk. Ja. Ben je alleen, dan is dat soms ook moeilijk. Gaat ja. Dat niet? Ja, nee. Precies. Weet je, de situatie leent zich misschien ook wel daarvoor om er zo in te staan. Wat zijn nou, als je 2 dingen zou moeten noemen, wat hebben jullie echt veranderd toen je zei, jullie zijn aandeelhouder geworden, de oud-eigenaar is nog 5 jaar nog een beetje verbonden, maar wat hebben jullie gezegd, en nu... Nu wij met z'n tweeën echt voor het zeggen hebben, gaan we dit veranderen. Niet per se dat iets fout is, maar wat is echt een stempel van jullie? Nee, we hebben gelukkig vanaf dag 1 dat we de boel overnamen, waren we als beslissingsbevoegd in de volle breedte. We hadden het bedrijf ook echt 5-6 jaar geleden voor 100% overgenomen. De oud-eigenaar had daar geen enkele zeggenschap meer in. Een van de dingen wat we cruciaal wat we gedaan hebben is, en dat is wel een leuk verhaal op zich. De oud-eigenaar wilde in een aantal zaken niet investeren. En dat begrijp ik wel. Als je, ik zeg even, aan het einde van je loopbaan zit, laten we het zo maar even noemen. Dan ga je sommige dingen die goed zijn in de afgelopen jaren geweest, ga je niet veranderen. Een ding waarvan we beide vonden, maar ook de collega's. Als website, dat was look and feel. Daar waren allerlei dingen die je naar buiten draagt als bedrijf zijnde.
daar wilden we wat mee doen. En dat gingen we doen. En ik zal nooit vergeten dat ik onderweg was naar, ik meen Eindhoven, als ik het goed heb. En dat we dat bespraken met een marketingbureau, et cetera, et cetera. Om dat allemaal een jeu te geven. En er moesten moodboards gemaakt worden, weet ik veel. Nee, dat was het late stadium, sorry. En toen belde de broer van Gaddis, die belde op. En die zegt, Kuiper, zo noemen ze mij. waarom verander je ook niet de naam? En toen kon ik in no time 5 redenen opnoemen waarom ik dat niet zou doen. Gevestigde orde, et cetera, et cetera. En toen was ik op de plek van bestemming. Toen heb ik marketingbureau gebeld. En Gaddis uiteraard ook. Ik zei, ja, die broer van je, dat is een mooie. Maar die heeft mij nou weer aan het werk gezet. We gaan de naam ook veranderen. En dan komt er een spel over moodboards maken met de marketing en interviews, et cetera, et cetera. En daar is de naam Sales in ontstaan. Daar dacht ik wel van, ja, chips, dat wordt best een lastige. Want je moet alles veranderen. Je naam staat in de markt bekend. Hoe ga je dat weer opnieuw laten landen? Wat doen klanten ermee? Want Sales, wat staat het ergens voor? Sales staat eigenlijk, komt voort uit Zelus, de god van strijdvaardigheid. En us komt van ons. Oh, mooi. Die samensmelting, C is zeggen in het Engels. En us. En toen moest er nog iets tussen om dat aan elkaar te koppelen. Dat heeft het marketingbureau heel knap gedaan. En daar is Zelus in uit voortgekomen. En de keuze was destijds om bewust niks te doen met de naam ICT erbij. Of SEC Telecom, want dat zou te weinig zijn. Zeker met de plannen die we hadden. Dus daar is Sales BV uit voortgekomen. Achteraf had dat wellicht Sales ICT BV moeten zijn, maar oké. Okay. Wij dachten van, zo arrogant waren we misschien wel. De naam moet voldoende zeggen en zo moeten we in de markt komen. Nou, dat is aardig gelukt, gelukkig. Tuurlijk, je verliest soms ook als klanten, maar de meeste klanten zijn allemaal aan boord genomen. We hebben met elkaar een waanzinnig prestatie neergezet om tot die naam te komen. We hebben dat gepresenteerd in Apenhul en Apeldoorn. Dat was echt leuk om te doen. Alleen het hele lastige daarbij was, we hadden een select team van 4 mensen die hieraan werkten. En als klein clubje, waarin je eigenlijk gewend bent om alles met elkaar te delen, bijna echt letterlijk en figuurlijk alles, moest je continu zeggen, nee, ga ik je niet vertellen. En dat voelt best raar. Je moest tot op de laatste dag van de presentatie, moest je dat voor je houden. Als net dat je meedeed dan wie is de mol of zo. Zo'n van geheimhouding. Maar ook echt wel een half jaar lang. En dat is voor mij echt ongekend. Ik ben af en toe iets te veel een open boek. Zo ben ik nou eenmaal. Daar moeten we het maar mee doen met z'n allen. Dat heb ik dan altijd. Ja. En toen hebben we de dag daarvoor hebben we iedereen uitgenodigd. Destijds nog in Epe. Om op de zaak te komen. Hebben we de presentatie gaan van de naam. We hebben ook een bedrijf in Malta overgenomen. Dat was part of the deal. Die eigenaar was er ook met zijn vrouw. Of mede, nou, bedrijfsleider noem ik het even. Eigenaar is het verkeerde woord. En toen hebben we de presentatie aan het personeel en hun vrouw gegeven. En dat was erg leuk om te doen. Dat ging echt op zijn Jan Boerenfluitjes gewoon. Niet te hoogdravend, maar wel functioneel, zeg ik dan. Ja, nou, ik las op de website, Sales is dé betrouwbare partner als het gaat om telecommunicatie. Telefonie blijft ondanks alles, alle vormen van communicatie, de belangrijkste schakel tussen u en uw klant. In 2019 dus verhuisde je naar Apeldoorn, ja. Jan de Linie. En je hebt nu Sales International, VSC Telecom LTD nog op Malta en dan Sales ICT GmbH, dus ook al richting Duitsland. Klopt. Is het nodig om internationaal te gaan in een bedrijf als jullie, of is dat zo gegroeid? Deels zo gegroeid, maar we, Gaddis en ik, hebben alle twee ook wel een beetje dat internationale gebeuren. Dat vinden we wel heel erg leuk om te doen. Wat is het daar leuk aan? Ja, je ontmoet veel mensen in andere talen, min of meer andere culturen. Wij zeggen altijd gekscherend, kan ons niet raar genoeg zijn als de klant matcht, als wij een behoefte hebben die we kunnen invullen en we kunnen er ook nog een goede boterham aan verdienen. Waarom niet? Plantechnisch is dat best lastig soms, zeker omdat we nog steeds een relatief klein bedrijf zijn. Maar onze kennis en kunde wordt alom gewaardeerd en zo komen we aan al die internationale contacten. En wat is dan bijvoorbeeld een typische... Wat is een typische Sales klant? Maar ik wil horen, wat is een typische Sales en Remco klant? Jezus. Ja, een
typische. Ik zie ziekenhuizen voorbij komen, zie je wel. Maar wat is. Ja, we hebben echt een paar hele grote namen, klanten, die ook al heel lang bij ons zijn, omdat wij zijn wie we zijn. Wij leggen altijd een keurige prijs neer. We onderhandelen nooit over de prijs, maar ik vind wel dat de service dienstverlening op orde moet zijn. En dat is een gevoel. Het nadeel is, en dat is ook waarom wij bijvoorbeeld niet aan aanbestedingen doen, of zelden, daar komt een enorm pak papier. Daar komt een wirwar aan documenten en men kijkt alleen maar naar de laatste pagina en dat is naar de prijs. En je kunt niet je gevoel erin leggen. En wij vinden het belangrijk om ons gevoel erin te leggen. De klanten die wij op internationaal gebied hebben gewonnen, hebben wij gewonnen vanuit ons prestatie van werk en de naamsbekendheid die dan voortborduurt. Ik noem dat altijd ook, je moet ook in staat zijn om al die klanten te kunnen bedienen. En dat noem ik het boekenplankprincipe. Dus je hebt een boekenplank, en daar kunnen 20 boeken op. Als er 18 boeken op staan, kan er nog 19e, een 20ste bij. Misschien nog een 21ste, maar bij de 22ste dondert er eerste eraf. Dat moet je zien te voorkomen. En dan kun je twee dingen doen. Of je gaat er een boekenplank bij maken en dan kun je nog meer boeken kwijt. In de vorm van meer personeel, et cetera, et cetera. En anders moet je het niet doen. Focus is heel belangrijk voor ons. Wij focussen ons op een speciaal merk, NEC. Sommigen typeren dat als een oudbollig gebeuren. Ik typeer het als een betrouwbaar telecomplatform. Noem het maar de Rolls Royce onder de telecomplatformen. Kennis en kunde is niet veel meer aanwezig in Nederland. Maar die apparaten staan nog overal ter wereld en we kunnen nog steeds van alles daarmee in het huidige tijdperk. En dat is voor ons belangrijk. En daardoor worden we ook internationaal gevraagd. En zitten we nu aan tafel bij een ziekenhuis in Berlijn. Ze hebben we in Münster, het grootste ziekenhuis, een van de grotere ziekenhuizen, misschien wel de grootste in Duitsland. Waarom? Omdat we doen wat we zeggen en omdat we het ook kunnen. Vorig jaar hebben we een paar cruiseschepen gedaan van TUI. Komen we via achter. Ja, daar lopen we niet veel mee te koop. Marketing-wise zou dat slim zijn als we dat doen. Maar we focussen ons op die technieken van dat merk. En daar zijn we goed in te doen. Daar hebben we een grote voorraad aan speeronderdelen. De jongens zijn daar echt in bevlogen. Dat is wel wat anders dan tegenwoordig. Alles is naar hosted. Dat doen we natuurlijk ook. Maar daarnaast doen we met name de grotere trajecten bij hotels, ziekenhuizen, industrieën, doen we veel met NEC. En wat is dan de typische Remco-klant? Ja, wat dan? Natuurlijk, je mag geen klant voortrekken, ik weet het, maar... Ik vind een typische Remco-klant is een klant waarbij je elkaar uitdaagt en elkaar toch weet te vinden. En dan ga ik niet een specifieke naam zeggen, maar er zijn een aantal klanten waar ik lekker mee schakel. En wat eigenlijk helemaal niks met zakelijkheid te maken heeft. Dat heeft te maken met passie, dat heeft te maken met gunning, dat heeft te maken met wederzijds respect. Al die componenten die bijvoorbeeld in een aanbesteding never nooit naar voren komen. En dat is de feeling die je met elkaar hebt. En dat betekent ook dat als er een keer shit is, of gezeik, of gedonder, dat je met elkaar kunt bellen en dat je het erover hebt, en dat je dan handjeklap doet en eruit komt. En dat zijn wel typische klanten waar ik me senang bij voel. Ja. Ik heb niks aan klanten die bij wijze van spreken het contract uit de la trekken en zeggen, ja, maar op paragraaf 3.4 staat, Dat zijn niet de klanten die wij zoeken. Dat is waarom het Nederlands Kankerinstituut in Amsterdam al bijna 20 jaar klant bij ons is. Dat is waarom het Sint-Jansel Ziekenhuis in Harderwijk ook, nou, ik denk bijna net zo lang klant bij ons is. Klanten die bij ons vertrekken, hebben over het algemeen zijn dat klanten die op corporate niveau andere beslissingen maken. Waarbij je geen direct contact hebt met de mensen, maar dat hoger in de boom bij hele grote ondernemingen een beslissing wordt genomen. Maar ja, dat is dan niet anders. Ja. Nou, wel mooi, want ik bedoel, jij straalt sowieso loyaliteit uit en trouw. En als je al zo lang samen in de onderneming zit. En, vind ik ook heel belangrijk. En je al samen met Gratis. Hebben jullie wel eens ruzie gehad?
Heb je wel eens oneenigheid gehad dat er echt even iemand van buiten bij moest komen? Of een personeelslid van, nou, we zijn het niet eens. Nee, we hebben wel eens stevige discussies. En daar betrekken we soms ook wel een collega bij. En soms ook onderling bij elkaar. Maar wat ik al zei, hè, aan het begin ook van ons interview. Aan het eind van de dag gaan we samen de deur uit. En de volgende dag komen we samen binnen. Dus die discussies die misschien getypeerd kunnen worden als ruzie, worden beslecht voor de klok van 5 à 6 uur. Onderaan de streep zijn we samen ingestapt. Dus een echtpaar zegt, we gaan niet slapen voordat we de ruzie hebben bijgelegd. Jullie zeggen, we gaan niet naar huis voordat we deze. Heeft dan gratis weer een veto? Ja, veto, ja. Ik weet niet hoe je dat wil zeggen eigenlijk. Is er iemand die niet eens een doorslaggevende stem heeft? Nou, wij vragen nog wel eens een keer aan een collega. Hè, van, hoe kijk jij daarna? Laten we daar. En dan maken we onder run daarin een beslissing. Daarnaast is Gradde scheidsrechter van de voetballerij. En heeft hij een scheidsrechtermuntje. En het klinkt echt bizar voor woorden. Maar dan doen we gewoon kop of munt. En dan legt de een of de ander zich bij die beslissing neer. En dan gaan we later ook niet zeggen van, als het dan alsnog blijkt dat de ander gelijk heeft gehad of verkeerd is gegaan. Van na, als stel kleine kinderen van, ja, zie je nou wel? Ja. Nee, dan zeg dan, ik van, dan draag je dat man. Juist. Dat is kop of munt. Bal op tafel. Muntje is verkeerde kant uitgevallen. Gelukkig is dat nog niet veel gebeurd. Maar zo moet je ook met elkaar verder, want anders lukt het gewoon niet. Dan krijg je hele rare exercities. Die het bedrijf niet ten goede komen, dan wel de medewerkers. En we hebben beide de zorgplicht van de 14 mensen die van ons mee eten. De gezinnen met de kinderen, de schoolgaande die erachter zitten. Ja, maar hoe zit het met die loyaliteit? Ben je bevriend met je personeel? Of hou je ook daar net als met gratis een gepaste afstand? Nee, ik denk dat wij daar allemaal misschien. En dat maakt het soms het sturen lastig. We zitten meer bij elkaar dan eigenlijk zakelijk gepast zou zijn. Maar dat is zoals wij als organisatie zijn. Dat is ook de bevlogenheid die wij als team hebben. Als er een klant een probleem heeft of een uitdaging of wat dan ook. Dan gaan we niet kijken van ja, maar dat moet jij toch doen. Nee, dan moeten we samen oppakken. Dat geeft soms wel lastig. Als je conflict situaties hebt met een medewerker, omdat je misschien iets te veel zijn positie begrijpt. Maar ja, Cor, dat is het nou eenmaal. Ja. Dat is wie we zijn. En als dat niet past, heb je hier niks te zoeken. Heb jij of Gradis de afgelopen jaar wel eens een cruciale fout gemaakt? Dus ja, dat hadden we gewoon anders moeten doen. Nee, niet dat ik me zo kan herinneren. Oh, dat is wel lekker om dat te kunnen zeggen. Ja. Ja. Nee, ik zou echt heel goed moeten nadenken. Nee, echt niet. Nee. Nou, dat is even stilstaan nog bij de corona. Je hebt corona gehad. Nee, ik heb geen corona gehad. Oh nee, je moest naar het ziekenhuis voor een... Voor nierstenen. Een... Ja, nierstenen. Dat was het, ja. Och, ja. Ja. Nierstenen, maar wel in het ziekenhuis geweest. Ja, klopt. Ja. En uiteindelijk via de natuurlijke weg verdwenen. Ja. Dat is op zich wel bijzonder. Want je wordt eigenlijk naar huis gestuurd omdat er vanwege corona geen capaciteit is om jou te opereren. Lees, normaal gesproken zou je binnen, nou noem het maar 24 uur, daaraan geholpen worden, operatief. Ja. Nu werd ik naar huis gestuurd in afwachting van. En 4-5 dagen later gaat hij via de natuurlijke weg, dat steentje, van 2x4 millimeter, gewoon de weg uit. Dus eigenlijk een operatie bespaard. Dat is ook wel een aparte. Ja. Want normaal gesproken zou ik onder niet-corona periode gewoon geopereerd zijn. Van de nacht op maandag, op dinsdag ongeveer, denk ik. Ja, en je zei als je op vakantie gaat, dan leg je je telefoon neer. Ja. Maar dat is dan, als je in zo'n ziekenhuis bent, dan werkt het anders. Dan heb je niet de rust om het even los te laten, dan gaat het door. Of had je gewoon dingen te doen die zeiden, het moet gewoon gebeuren. Nee. Ik heb gemerkt dat de betrokkenheid van de mensen om je heen, zowel zakelijk als privé, jou in één keer heel veel druk gaven in de vorm van telefoontjes plegen. Maar ik lag natuurlijk niet alleen op een kamer. Dus mijn kamergenoot die zei van, jeetje mina, moet dat nou de hele tijd? En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, oké, ik stop ermee. Maar ja, ik hoefde me eigenlijk maar niet te maken over de zaak.
dat loopt gewoon. Het is puur even snel schakelen. Van joh, denk even hieraan, wil je dat even voor me regelen, dit regelen? Ja, dan krijg je al gauw te horen, hey Kuiper, don't worry, we regelen het voor je. Klaar. Ja. Dat geeft wel een lekkere rust hoor. Ik heb echt niet met zorgen in het ziekenhuisbed gelegen. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met hoe je als bedrijf op dit moment financieel in de wedstrijd staat. Kijk, als je, er zijn heel veel ondernemers die onder water staan op dit moment, die het heel lastig hebben, die echt serieuze problemen hebben. Ik ben heel dankbaar dat wij dat niet hebben. En dat geeft natuurlijk ook wel een bepaalde rust, want anders lig je echt anders in zo'n ziekenhuisbed. Ja. Heb je nog een droom als ondernemer dat je zegt, dit zou ik nog graag willen bereiken? Je had net over dat horloge, dat is aan de gang was het, nee? Van der Gang. Van der Gang. Ja. Heb je nog een zakelijk doel waarvan je denkt, ja, dit, als we dit bereiken met Zelis, dan... Nou ja, ik zou nog wel een bepaalde groei willen realiseren, hè, samen met Gallus, niet per se. Het is geen must, maar een bepaalde groei waarbij ik zeg dat ik 's ochtends weet wanneer een collega nog jarig is. Die groei wil ik realiseren. In aantallen is dat misschien 25, 30 man nog. Dus dat betekent een verdubbeling van personeel. Ja. Is voor mij niet het uitgangspunt. Uitgangspunt is dat de klanten tevreden moeten zijn over onze dienstverlening. Als we die groei zouden kunnen realiseren, is dat prima. En als dat gepaard gaat met een aantal mensen. Alleen die zienswijze kan tussentijds natuurlijk ook veranderen. Als je me die vraag zou stellen over 10 jaar... en wij misschien, weet ik veel, wel een bedrijf zijn van 100 man, sta je anders erin. Dat kan. Ik kan me niet voorstellen dat jouw klantgerichtheid en de wens om het goed te doen, dat die verandert. Zeker niet ten koste van het geld. Nee, maar dat van nature inderdaad moet het gebeuren, maar dan moeten wel alle parameters kloppen. En daarom zeg ik ook, autonome groei is de mooiste groei. Want die kun je vaak behelzen. En als je, ik heb wel eens een gesprek gehad met een marketingman die liep te hunten om in een televisieprogramma te komen van Harry Mens. En die marketingman zei van ja, maar dan dag later word je enorm gebeld en iedereen en die wil dan zaken met je doen. En dat, ik zei, nou, dat is een reden om het niet te doen. Hoezo niet? Ik zei, dat kan ik niet aan. Ik kan geen 1000 telefoontjes op een dag aan naar aanleiding van een tv-programma of niet. Waarin je succesvol wordt neergezet en daar komt een of andere groei aan. Dan moet ik in één keer boekenplanken gaan bijmaken. Ja, ik ben helemaal niet technisch, Cor, dus je moet mij geen boekenplanken laten maken. Nee. Groei, normaal, rustig, prima, heerlijk, gecontroleerd. Dat betekent ook dat de drive is niet de financiën. Ja, we hebben natuurlijk in de afgelopen 5 jaar... best een uitdaging gehad. Gallus en ik hadden heel duidelijk, we willen in 5 jaar willen we af van de schuldenpositie die we hebben. We willen dan financieel helemaal vrij zijn. En dat betekent heel veel consequenties. Dat betekent geen gekke dingen doen. Dat betekent consolideren. Dat betekent dat je voorzichtig moet zijn met wat je doet. Nou, 2017 is echt een zeer catastrofaal jaar geweest voor ons. Hebben we gelukkig gemanaged om dat te overleven. Dat was eigenlijk een van de weinige boekjaren die in de afgelopen bestaan verliesgevend is geweest. En dat doet wel wat met je. Ik heb daarin wel heel duidelijk voor mezelf een plan opgemaakt waarbij ik denk van oké, dit wil ik dus niet weer dan. Dus toen kwam ook daar wel dan zal je vrouw op zo'n moment ook het moeilijker hebben gehad van, wat heb je gedaan? Ja, maar ook thuis, weet je. Ik zeg altijd, ik ben vanaf mijn geboorte heb ik nooit problemen gekend. Niet in de financiële zin, niet in de ziektesfeer, et cetera. Dus eigenlijk ging het altijd voor de wind. En dan gebeuren er toch, omdat je wat later, wat ouder wordt, een aantal dingen die je in één keer terugzetten en die je aan het denken zetten. Dus 2017 was voor mij echt een significant jaar waarin ik heb nagedacht over oké, dit kan mij dus ook gewoon gebeuren, maar nou ben ik ondernemer. En dan heb je geen vang.
De banken doen niet met je mee. Banken doen niet met je mee op het moment dat je het goed hebt. En banken doen niet met je mee als je het slecht hebt. Dus vraag mij nou af, wat is de functie van banken dan? We hebben het zelf gered omdat we creatief zijn kennelijk. Ja. Maar ook omdat we betrouwbare mensen om ons heen hebben. In de vorm van medewerkers en leveranciers. Waarbij je van tevoren moet aangeven dat je bepaalde dingen er niet naar nakomen. Ondanks dat je het graag zou willen. Dat is ook daar waarom het belangrijk is om communicatie te blijven houden met mensen. En communiceren, het is op dit moment in deze wereld echt dramatisch slecht. Communiceren is wat je doet met elkaar, praten. Via de telefoon, dat is wel lekker voor mijn business trouwens, of face-to-face. Daarom, het is goed dat we de huidige technieken hebben, Teams, et cetera. Het werkt allemaal, allerlei middelen. Maar vraag maar eens aan iedereen, niemand vindt het prettig. Heeft het je nederig gemaakt zo'n jaar als ondernemer? Om, weer, om ook misschien weer even achter te komen van ja, wat heb jij als ondernemer? Je zit erbij, maar als het niet goed gaat, dan hebben we elkaar heel hard nodig. Ja. We gaan richting het eind van het uur, Remco. Oké. Ik vraag altijd aan iedereen een soort van ultieme tip. En ik zat zelf te denken, ik vind zoals jij en Gladys dat samen dus nu al zo lang zo lang doen. Zou je naar andere ondernemers, misschien ondernemers die overwegen om iets samen te doen met een ander, wat voor tips zou je dan geven? Je moet elkaar dingen kunnen gunnen. In de breedste zin van het woord. Niet alles op een weegschaal leggen. Die weegschaal moet altijd in balans zijn. En die slaat de ene keer naar links door, de andere keer naar rechts. En je moet zeker nooit liegen. Liegen is echt funest. Moet je gewoon nooit doen. Je kunt beter zeggen van, joh, dit heb ik verkeerd gedaan. Ja, het spijt me. Dan kun je het erover hebben en dan kun je weer verder. En dat is lastig, want dat raakt je inborst. En de een is daar beter toe in staat dan de ander. Maar je moet open, eerlijk, transparant zijn. Alles met elkaar delen. Dat is gewoon, anders gaat het niet lukken. En vaak zie je dat op basis van financiën samenwerkingen mislukken. En dat heeft vaak te maken met gunning. Waarom moet de een net een nieuwe iPhone of Apple of een nieuwe laptop of een nieuwe auto en de ander dan ook? Weet je, dat speelt bij ons niet. Ik heb een Audi en Gladys rijdt in een Lexus. Niks mis mee, in beide gevallen. Qua nieuwprijs zit er echt wel een verschil in. En daarin heeft Gladys mij dat gewoon gegund. En op andere momenten is er weer een andere gunning vanuit mijn positie. Je hoeft het niet altijd af te wegen. Het hoeft niet altijd gelijk te zijn. Ja, maar het moet wel in balans zijn. Hè? Over de rode draad moet zijn dat het in balans is. En dat kun je alleen maar bereiken door open en eerlijk met elkaar te communiceren. Als je dat niet kan en als je de kaarten voor de borst houdt en niet open en transparant bent, ben je gedoemd om te mislukken. En tot nog toe zijn wij daar redelijk succesvol in gebleken. Want ja, we hebben een bedrijf nog in de coronatijd overgenomen in Aalsmeer. En we zijn in juli in Duitsland een bedrijf gestart. Nou, dat is minder succesvol op dit moment vanwege allerlei maatregelen. Geeft niet, is niet anders. Ja, en Malta draait gewoon lekker door. Ik weet nu waarom je destijds toch commercieel, want het commerciële hart dat draait weer. Super bedankt voor dit interview. Jij ook, Cor. Mooi hier bij het succesvolle bedrijf te zijn en mooi om jou als ondernemer te spreken. Dankjewel. En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik wens je nog een fijne dag. Hoi.